iedereen in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan we iets heel leuk doen. Ik ga ook mijn gsm erbij pakken. Waarom? Ik ga ook filmen voor op TikTok te zetten. Dus daarom dat ik mijn gsm er ook even bij pak. Ik heb hier dus doosjes sneeuwbol. En ik ben dus benieuwd wat dat gaat geven. Ik heb het ook nog al eens gedaan. Dan was het heel lang geleden, 4 zakjes. Maar we gaan ze niet alle 4 gebruiken, maar het zitten er wel degelijk. 4 zakjes. En eigenlijk is het 1, 2, 3, 4 zakjes. Maar we gaan maar 1 zakje gebruiken. Omdat ik zeg, ja, dit ga ik al houden voor mijn petekindje. Binnenkort nog eens te doen. Dus we hebben inderdaad 4 zakjes. Dus, en hier is de instructie bij. En je moet er water bij doen. En dus we gaan dat gewoon erin gooien. Dus we gaan dat nu even ook filmen. Voor TikTok, hè. Zo. Maar dan kunnen we dat zakje openmaken. En dat zakje openmaken. We zien dat we niet knoeien, dus ik ga wel een schaar pakken voor de zekerheid. Dat we niet knoeien. Want ik zou niet graag willen dat alles op de grond ligt of zo. Bij gebruik het drukt wel lekker. Ik denk het is ook al oud, dus ik weet niet hoe of het nog goed gaat komen. Dit deed al een tijdje in mijn kast. Dus daarmee dat ik het. Maar we zien het wel. Zo. Het zit er nu in. Dat je kan zien. Het is maar een klein beetje, maar dat wordt waarschijnlijk nogal groot. Dan hebben we het water dat we erbij gaan voegen. Ik ga er niet te veel meteen in doen. Want te veel in één keer is ook niet goed, hè. Het voelt zo, er zo wat uit als kind dat wel zo slijm van. Veel kinderen spelen nog met slijm. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Ze zijn wel beter deze dan de echte sneeuw. Want bij de echte sneeuw kon ik geen sneeuwbal maken. En dan kan je zo sneeuwballetjes gooien. Moet wel nog wat water bij. Dat wel. Dus we doen er nog wat water bij. Zo. Nu begint het al wat meer te plakken. Je kunt het ook goed zien trouwens. Het begint al wat meer te plakken. Dit is wel een beetje een knoeiboel. Je zit met 1 zakje komt er toe. Te zijn natuurlijk dat je zegt van 2 kindjes. Dan kun je 2 zakjes pakken. Dat is volgens hoe dat jij dat wilt. Eigenlijk. Maar ja, ik kies 1. Nu zo. Dan heb je zo'n sneeuwbal om te gooien. Ja. Je kunt er misschien nog wat meer water bij doen, denk ik. Want er zit nog wel wat klonters in. Dus ik kan nog wel een beetje meer water erbij doen. Eens zien of dat nog gaat groeien. Even wat water halen. Zien wat dat gaat geven. Wist die gewoon van iets uit te testen. Hè? Het kan fout lopen, dat weten we dan. Maar dat weten jullie ook. Dan weet je ook alles. Dat moest fout lopen. Ik kan echt nog wel wat meer. Dat groeit gewoon. Dus ik denk wel dat je met 1 zakje wel met 2 goed toekomt eigenlijk, vind ik. Je moet weten dat zakjes die hebben 2 jaar in de kast gelegen. Hè.
Dus je zoekt voor de corona. Ik weet niet meer of je dat kunt kopen, want ik zeg het hier al 2 jaar in mijn kast. Maar ik denk wel dat je dat ergens kunt vinden. En dan kunnen zo de kindjes ermee neer spelen. En het is echt zo'n balletje, hè. Wel leuk. Het plakt goed, het is beter dan sommige. Dus je ziet, het plakt zeer goed. Wel leuk. Het plakt ook aan de armtjes. Als je kindjes hebt die dat nog in de mond steken, ja, dan zou ik dit al niet geven. Maar je ziet, het is veel eigenlijk. Als je dat het is allemaal plat leggen, duwen. Dit is van 1 zakje. Eigenlijk. Dus, het is 1 zakje, dus als je dat ziet, het groeit wel veel, dus je kunt gemakkelijk met 1 zakje toch wel toekomen. En je kunt er nog kleurstof in doen als je zegt van ik wil er kleurstof in, ik wil er wel blauwe sneeuw van maken of soort groene sneeuw, dan kan dat, hè. Kijk. Dit is zo 1 balletje, waar je kunt gooien naar de persoon toe. Dit is zo 1. Ziet het eruit als sneeuw? Dat weet ik niet, maar wat gaan we nu testen buiten? We gaan daar een sneeuwbaan van maken. Dat gaan we doen. We gaan er een sneeuwbaan van maken. En zien of dat lukt. Dus dat gaan we doen. Dus ik ga jullie meepakken naar buiten. We staan nu buiten en nu gaan we eens kijken of we daar een sneeuw van kunnen maken. Ik ga eens zien waar ik jullie kan zetten. Zodat jullie mij goed kunnen zien. Misschien even hierop. Zo. Ik denk niet dat ik met mijn kop in beeld kom, maar goed. Het is gewoon het feit dat je kunt zien of we daar een sneeuw van kunnen maken, ja of nee. Op zich, toch wel een beetje een sneeuwman, hè. Hij blijft wel niet lang staan. Dat niet. Maar op zich, ja, dat kan. Kan ook makkelijker eraf. Dus dat is ook, oké, hij is nu met dat zand, maar ja, kom. Het kan. Nu gaan we nog eens testen. Een goede sneeuwbal. Want daar gaat het mij ook om. Ja, dat kan ook. Dan barst hij helemaal open. Dat kan. Ja, ik ben tevreden. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Maar ik ben tevreden, dus wow. Het krijgt van mij een 9,5. Dus vond je dit een leuke video, dan zie ik het duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen...